In deze video overnachten we in wellicht het meest bespookte hotel ter wereld. Hey everybody, my name is Scott. I'm a medium and a psychic. Oh, somebody's trying to speak to you. Oh mijn god. There's about 50 non-spirits here. No. Gast, alles wat je zei klopte. Ja. We zijn afgereisd naar Amerika om te overnachten in het Shanley Hotel. Het ligt vlakbij de stad New York aan de oostkust van Amerika. Het gebouw heeft een hele nare geschiedenis waar we jullie later meer over vertellen. En wij zullen er de hele nacht blijven slapen en ghost hunten. En nog even een shout-out naar Snickers, want zonder hun was dit niet mogelijk. Snickers heeft mij en mijn crew uitgedaagd om uit onze comfortzone te gaan en mijn meest extreme video's nog een keer te maken. Maar dan mega extreem! Spookhotel, we gaan ervoor. Meest spookt dat ter wereld. Jongens, ja. Zijn we klaar? Ik ben niet klaar. Oh, kijk nou, kijk even, film even die billetjes. 2 minuten geleden was ze gewoon nog aan het slapen. Kan jij we gaan. Ja, het was ongeveer 3 uur rijden vanaf de stad New York. En het verbaast me vooral hoe snel je het gevoel hebt dat je in de middle of nowhere zit hier zo. Aangezien we dus 3 uur aan het rijden waren, heeft Sean zich even verdiept in de geschiedenis van het gebouw. Nou jongens, ik heb wat dingen opgeschreven in mijn boekje. Ja, Sean, vertel. Ja. Nou, Sean, vertel. Oké, het Shanley Hotel. Ja, vertel. Het Shanley Hotel ligt in Neppanoch. Van... Schiet op, man! Het Shanley Hotel. Gebouwd in 1845 door een man genaamd Thomas Rich. Sindsdien zijn er in al die jaren vreselijke dingen gebeurd. Een van de dochters van de eigenaren is verdronken in de put naast het hotel. Of ze daar is ingevallen of bewust in is gegooid, is niet bekend. 3 andere kinderen van hun zijn los van elkaar in een tijdsbestek van een paar jaar allemaal overleden. Zou je ook wel denken dat zij iets verkeerd doet? Ja. Maar laten we niet te slecht over haar praten, want zij spookt er ook rond. Niet alleen die kinderen, maar ook zij. Men zegt dat de geesten van deze kinderen nog door de gangen van het hotel rennen. En er worden kinderlachjes gehoord, terwijl er geen kinderen zijn. Ook schijnt het dat er een verdrietige vrouw over de gangen dwaalt, op zoek naar haar verloren kinderen. Op de 2e verdieping is later een bordeel gebouwd waar meerdere vrouwen stiekem sekswerk deden. 1 van de vrouwen, genaamd Anna, schijn je nog steeds te kunnen horen in de kamer waar ze werkte. En het geschreeuw van Claire, een vrouw die zichzelf aan het leven beroofde in het hotel, hoor je rondechoen op de 3e verdieping. Maar dit zijn lang niet de enige. Er schijnen hier volgens meerdere bronnen zoveel geesten rond te dwalen. De grootste paranormale investigators ter wereld zijn hier allemaal meerdere malen langs geweest omdat hier zoveel activiteit schijnt te zijn. Sommigen vragen zich zelfs af of er meer geesten ronddwalen dan hotelgasten. En nu is het aan ons om daar vannacht achter te komen. Dit wordt leuk. En toen na 3 uur rijden kwamen we aan bij het kleine plaatsje Neppanoch. Nog gewoon een half minuut rijden. Oh, we zijn er echt bijna. Ja, ik kijk niet meer hoor, de Ghost Prepare feeling. De Ghost Prepare feeling. We zijn ook zo in the middle of nowhere gaan. Dat moet je kijken. Alleen af en toe zo'n hutje staat er. Niemand komt hier. Oh mijn god, die poppen op die porch. Wat de hel. Sam, ik ben aan het rijden. Dan moet ik toch ik afgeleid. Hier links. Nee, kut. Oh mijn god, shit. Rustig, jongen. Oh, dat is het. Ja. Op de hoek daar. Wat dan? Dit? Nee, verder. Dit. Wat dan? Dit ding hier. Ja, dit is het. Dit is Shanley hier. Rechts. Chill. Oh my god, dit is lijp. Ik heb het zoveel voorbij zien komen op YouTube video's en shit gewoon en nu zijn we. Mag ik wat zeggen? Ik zeg let's go! Hey oh jee! Ik weet niet wat ik enger vind, jullie achter het stuur of dit geestje ding. Ik ga er nog. Ah, een vogel! Oh, ik wil er weer bijna.
Tijd om erachter te komen of het inderdaad het meest bespookte hotel ter wereld is. We staan hier voor het Sandy Hotel en we gaan ghost hunten. Doe jij bij de hand opeens, jongen? Dit hierachter is het Sandy Hotel. Ik dacht Sandy, maar hier is het Sandy. Het lijpe is dus dat wij de enige zijn samen met productie en camera die in het hotel slaapt vannacht. Er zijn 8 kamers, maar er staat verder niemand. Wat? Ja, we zijn helemaal voor onszelf. Ik weet niet of ik dacht al dat ik het ook dacht van, er zitten ook andere mensen, dus het kan helemaal niet gek zijn. Nee, we zijn de enige. Wij zijn de enige die er slapen. Ja. Goed om te weten, we zijn dus gewoon met 2 cameramensen en 2 productiemensen. En we zijn 8. Verder is er niemand. Misschien is het handig als Conan alvast binnen gaat staan, ons komt filmen dat we de eerste indruk... Check dit ook eens. The spirits are in. Ja. Maar als in met dubbel N. Als ja, in als... Ja, zo'n café-achtig, in woordgap. Hotel, lobby, ja, ding. Woordgap, ja, woordgap. Ja. Kijk, oh, dat is een gaaf shot. Zo, jezus, oh, dat is cool nou. Ik vind het echt serieus helemaal niks. Er is een reden waarom ik niet in die video zit. Kijk, joh. Oh, ja, maar die is niks schattig. Kijk even hoe. Ik vind het gewoon echt niks, nee. Ja, sorry, ik kan mezelf even geen houding geven op dit moment. Ik heb dit nog nooit gezien. Tja, kom op midden. Gaan we. Nee, oh, dag is er sowieso niks. Nee, 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 dat is nooit. Nee, het is gewoon veilig. Tracy, nice to meet you. Hi, Kelly. We have to sign a waiver before you guys come here. The waiver states that if you get scratched, bit, you bring anything home with you, the hotel is not responsible. Gelijk bij binnenkomst vertelden ze ons dat we een soort contractje moesten tekenen dat mocht er iets met ons gebeuren door de geesten, het hotel niet verantwoordelijk is. Dat is een heel chill idee. But you guys, like, you live here? I do live here. But you seem to be just fine. Good, I'm glad. Yeah. You look amazing! Alright, so show us around. In de avond zou er dus een echte ghost hunter met ons meegaan naar het hotel. Maar nu eerst begonnen we met een korte rondleiding van het personeel. We have a relationship with each individual spirit. There's about 50 known spirits here that reside here. 50 or 50? 50. You know them and stuff. 50. Like if you don't believe it. I am a developing psychic medium. Okay. I've always seen things as a kid. And when I came here, it just felt like home. I came as a guest and refused to leave. En terwijl de vrouw van het hotel aan ons vertelde waarom ze hier werkte, gebeurde er meteen al iets raars. Because there's a lot of sadness surrounding the hotel as well. A lot of death, a lot of sadness. Wat was jij? Was jij dat? Was jij dat? Nee. Did you just get your back pulled? No. Wow. Ik hoor hier soort... Echt, hier, ik voelde iets trillen. Okay, that it sounded like you were underwater? Was it like a sound? It was like a low hum. Somebody's trying to speak to you. Ik ben echt dood. Maar waarom heb jij altijd dit soort dingen? Ik bedoel, ook alweer op je rug geklopt in dat kasteel en zo. Haat, dan moet je huilen. Ja, ik vond het wel echt heel eng. Oh, Shani. Ik vond het echt heel eng. Frank, hey, we're good, bro. We're good, bro. Oké, ik ben een beetje in paniek, toegeven. Oké, we hebben nu een gedeelte van het hotel gezien en alle opties waar we mogen slapen vanavond. Nu is het tijd om even wat frisse lucht te scheppen. Net gebeurde er alweer iets wat niet te verklaren viel. Doe eens, je arm op mijn schouder. Frank en ik stonden zo. Jij bent Frank. Aangenaam. Ik stond zo, volgens mij of zo. En ik hoor ineens, hoor ik uit, echt hier. Hier hoor ik. Surrounding the hotel as well. Dus ik ook gelijk naar Frank van, was jij dat? Want ik denk misschien komt dat uit zijn arm of zo. Ja, ja, ik zag het gebeuren. Ik keek naar jou toen het gebeurde. Ik heb dat nog nooit gehoord. Okay, wat is er met jou gebeurd opeens? Ik vind het wel lachen. Frank. Ja, oké, duidelijk verhaal. Als er een geest is, ja. Ga ik hem. Thank you, Peter. Yeah, we're live here from the Shanley Hotel. It's fucking scary, mate. And if there's a ghost around here, if there's a ghost. Dat is de bedoeling. Thank you, back to you, Peter. Iedereen voelt zich nu helemaal goed en zo. Dat heb ik ook altijd, want het ziet er gezellig uit, want het is dag. Als je terugkomt en het is nacht, dat maakt alles anders. Dit gaat wel eng worden. Oké, we gaan vlakbij het dorpje even wat eten en weer terug naar het hotel als het donker is. Oké, we zitten eventjes in een American Diner. Still for storm. En dan gaan we zo terug als het donker is en dan gaan we dus ghost hunten. Zeker uit. De ghost hunten, wat denken we ervan? Hoe het eruit ziet daarboven, dat is echt elke type horrorfilm. En ook met die lange gang inderdaad. Ja, die lange gang, en als je dan alles is hout, alles is oud, dus alles kraakt en zelfs als je niks doet. Volgens mij hoor je al dingen. Oké, tijd om terug te gaan naar het hotel en te kijken wat het voor ons in petto heeft.
Yo, we staan bij deze. Het is toch wel anders zo s'avonds, toch? Eerlijk. Nou, ik vind het eigenlijk meer uitnodigend uitzien. Hou op. Ja. Ik ga in dat bed liggen ronken. Maar ik merk dat iedereen, zeg maar, kijk, behalve ik gedraagt iedereen zich best een beetje gek. Ik weet niet, jij bent echt letterlijk al bezeten. Ja, maar ik ben bezeten met liefde. Prima. In ieder geval is tijd toch een groot zitten. Zullen we gewoon naar binnen gaan? Hey, back. Ja, oh, we gaan naar binnen. Okay. Ik heb nu al zin in alle ik word moe van Julia comments. Hoezo? Oké, tijd om te beginnen. Scott, onze medium, is hier binnen. Hier zijn wij nog nooit geweest. En ik weet ook niet wat hier is precies, maar we gaan naar toe. Het rijdt hier naar ver. Oh, alright. Oh, wow. Wow, this is really cool. Dit zijn alle mensen van het hotel en dat is Scott. Hey everybody, my name is Scott. I'm a medium and a psychic. I'm based out of New Jersey here in the United States. Scott is dus een hele bekende ghost hunter uit Amerika. En hij ging tijdens dat we gingen ghost hunten live op zijn TikTok voor zijn volgers. Wat best wel ongemakkelijk is ofzo. Oh, we're live! Yeah. Oh my god! De hele kamer stond dus vol met meer ghost hunt apparatuur dat ik ooit heb gezien in mijn hele leven. En we begonnen dus met even te gaan zitten en de vibes van het hotel aan te voelen. To the spirits and the ghosts of the Shanley, you know me, my name is Scott. I'm here to lead these fine folks. They have traveled from very far away. We besloten eerst even te luisteren naar de Spirit Box. So, what you're listening to is a live broadcast of radio. The live radio is just moving forward without stopping. En alhoewel er nog niet heel veel gebeurde, leek het wel alsof de geesten reageerden op andere talen, wat vooral Scotty heel vet vond. Tu parles avec. What? This is awesome! Thank you! En op een gegeven moment vroeg Scotty of wij een echt cursed item wilden zien. It's something that you would hang on the wall for your children. Uh-huh. But allegedly very cursed. I don't know. Does anybody want to hold it? Nothing bad will happen to you. I'll hold it. Okay. If you drop so it. So it's not like that if you touch that thing that he's going to die in it. No. Like the chair no, in no, England. No, no, not okay. At all. So yeah, I don't know. It doesn't make you feel uncomfortable because I think it's also kind of cute in a way. Okay. Challenge one passed. Good job. Yeah. Challenge one. Scott bedankte de geesten en we besloten nu verder te gaan naar de ruimte waar het voormalige bordeel was van het hotel. Ik moet wel zeggen, toen hij moord uit die koffer haalde, toen dacht ik wel van ja, dat is wel echt een creepy item. Ja, dat was wel eng, Je gaat sowieso iets mis als je dat in je huis houdt. Wat is het, sir? Ja, ik dacht dat ik iets zag. Ja, dat. Nee, ja, ik weet het. Ik dacht dat ik even iets zag. Nee, ik zat zo. Ik dacht dat ik het zag, maar dat was niet zo. Nee, ja, serieus. Ik kijk gewoon naar je mee. Ik dacht dat ik wat zag, maar ik zag het niet. Er was niks. Maar het is niks. Het kan ook die lamp zijn. Ja, daarom. Het is ook voor je hoofd trouwens. Ja, ook voor jou. Oké, thanks. Oh, ik vind het hier wel echt minder chill, man. Waarom dan? Deze trap, die kracht. Schiet. Yo, deze kamer is echt veel minder chill. Vind je niet? Alright, so right now we are up in the brothel. Do you all know what a brothel is? Yeah, it's like a red light district. Red light district, right. Except for here in the United States, it's very illegal. En toen voelde ik iets raars wat ik nooit eerder heb gevoeld. We have Anna. We're all feeling tintelings good. With our ankles. You're feeling something down your ankles? Yeah. Well, it feels like it's tintling. Yeah, at the back of it. Yeah. Okay, yeah. I'll get to that ghost in a minute. Waar heb je het? Over hier, de hele been. Ja, ik heb het ook. Maar Scott had hier misschien wel een uitleg voor. And if you want to indulge yourself and speak to something that might be not as nice, you're going to speak to the creeper and see what it is. The thing that we feel is the creeper because I would say that time. I would say that since it is a, we call it a creeper because it walks around on the ground a lot, or it goes up on the walls and into the ceilings. So it's not something that walks around as a human. And we call it a creeper because that's what it does. It creeps around the hotel. En toen kregen we allemaal een nummer wat het makkelijker maakt voor geesten om aan te geven over wie van ons ze het hebben. So you're going to be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yes, camera guys,
You're included in that. Ik had gewoon een gevoel dat je voet slaat. Maar dan hoger. En toen had Frank ook opeens hetzelfde gevoel bij zijn voet. Wat ik oprecht echt heel bizar vind. Want ik heb nog nooit zoiets eerder meegemaakt. Is it painful? No. Does it tingle? Wait a minute, where is your pain? You said on the thigh. But it's not that painful. That could be one of the ladies. Oh. Oh, yeah, she's into you. Oh, yeah. Oh, yeah, you that's a lady. That's a woman. That's one of the ladies. In deze ruimte ging eerst Frank in zijn eentje in een kamer. Toen ging ik in mijn eentje in de kamer met een koptelefoon. Daarna ging Julia in een eentje in de kamer zelfs met koptelefoon. En alhoewel het wel creepy was, gebeurde er niet heel veel geks. En besloten we door te gaan naar de volgende ruimte. Want het zou later vanavond nog wel echt heel erg creepy worden. En toen vertelden ze ons dat er nog een derde verdieping is waar we de hele dag nog niet zijn geweest en waar ver uit de meeste activiteit is. Dus we besloten even naar buiten te gaan om moed te verzamelen en dan naar de derde etage te gaan. Ik zeg je echt even heel eerlijk, even van zonder grap en god, ik heb echt de hele dag lol gehad, plezier, ik durfde het allemaal, ik heb die koptelefoon opgehad. Maar ik hoorde hun dus nu zeggen van we zijn nog niet bij de ergste etage geweest en toen zakte echt de moed in mijn schoenen. Ik durf gewoon oprecht echt niet. Je wil niet gaan? Nou, eigenlijk niet. Maar ik wil ook niet alleen hier beneden zitten. Dus ik weet gewoon niet zo goed. Gaan samen. Ja, oké, maar ja, jij bent ook zo bang. Ja, maar we gaan het wel doen. Wij moeten naar die derde verdieping. Ja, ik meen het echt serieus. Ik vind het echt gewoon echt, echt niet chill. Ik ben echt misselijk ook. Wij gaan naar die derde verdieping. Ik ga niet naar binnen. Jawel, nee, jij kan dit. Ik ga niet. Wij gaan naar boven. Wij enkel op, joh. Even, hey. Ik word agressief van jou. Nee, we gaan. Nee, kom op, we gaan. Julia. Nee. Jawel. Kijk mij. Nou, ik ben niet zin om te kijken. Nou, gaan. Maybe Julia just needs the sneakers. Okay. Let's go. Yeah. You know why we keep that closed? We keep the door closed to keep the demons in. Daar gingen we dan. En op de derde verdieping hing er wel echt een hele andere vibe dan in de rest van het hotel. Maar wat is dit ook voor een ruimte? Oh, je hebt ook overal ogen gehouden. Oh, mijn god. Oh. Hou me vast. Ik hou je toch vast? Everybody take a deep breath. Alright, good job. Now. We kozen uiteindelijk een kamer en Frank besloot om in zijn eentje met cameraman naar een andere kamer te gaan. Hoor je dat? Ja. Dat hoorde ik ook oprecht. Ik voel me niet nice, man. Nee? Nee. Ik ben misselijk en een beetje duizelig. We hadden allemaal wel een beetje een raar gevoel over deze kamer, maar besloten toch te kijken of we contact konden leggen. Ja. It's a lot of noises, so it's difficult to hear. It's hard to... For me, I don't hear anything most of the time. Frank besloot dus in zijn eentje in deze ruimte te gaan zitten met zijn ogen dicht om te kijken of hij wat kon voelen of horen. En toen zei Sean opeens iets wat ik nooit van mijn leven had verwacht. Laat mij maar eens proberen. Ja? Ja. Durf je het aan? Nee, maar ik moet ook eens een keer even eroverheen. Lekker Sean. Luister, je hoort de radio die deed. Ja, ik ken het, maar ik vind het gewoon zo fucking eng, jongens. Ja, maar je kan het. Schattig is je met die knietjes. Oh. Ik vind het zielig. Friend? Or Frank, maybe, one of two.
Nee, ik stop ermee. Lekker panics? Ja. Ik kreeg kippenvel van mijn hele lichaam. Frank? Who's with Frank right now? De scheetgeest! Ik heb het geprobeerd. We hebben alles eruit gehaald. Dit is mijn arsenaal wapens. Het is nu op. We waren nu al een tijdje bezig en we besloten maar even te gaan kijken hoe het bij Frank gaat. Maar heb je iets meegemaakt? Ja. Echt? Nee. Oh. Maar toen we naar een andere kamer wilden gaan, zag Frank opeens iets. Wat bedoel je? Oeh, ik had een fucking zieke rug. Ja, ik ook de hele tijd. Je zag een soort van licht op de grond en dat licht bewoog. En toen kwam je hierheen lopen en dan hoorde ik ook nog een kraak dat het daar liep. Een soort van dit. Van dit zo. Ja? Dus we besloten Frank in deze ruimte de koptelefoon op te laten zetten. We're trapped. In this room? Are you okay? Incoming. Er kwam niet heel veel bijzonders met Frank uit de koptelefoon, tot het moment dat we vroegen wie er in de kamer moest blijven. Stay again. Who needs to stay? Ik dacht dat die Stefan ging zeggen. Can you describe, or can you say the name of the person that needs to stay? Stefan! Oh my god! Wow. Oh my god! Nee, you're shit. No. I don't know. He said Stefan. Stefan, echt Stefan, tering hard. Echt gewoon precies hoe je het uitspreekt. Oh, Stefan. Stefan. He said it on the Dutch way. Hey, we vroegen, wie moet er in de kamer blijven? Ik hoorde echt tering hard Stefan. Echt tering, het deed gewoon pijn in mijn oren. Dus met een flinke portie tegenzin besloot ik dan toch maar in mijn eentje op die stoel te gaan zitten in de kamer met de koptelefoon op. En nu zou het toch wel echt weird worden. Laten wij dan de kamer uitgaan. Hey, kijk de temperatuur. Zo. De temperatuur is dropping. Oké. Okay. Yeah. Keep an eye on it. If it goes down a lot, let me know. There we go. Let's go. So, Stefan is here now. Are you happy? Get down. Oh. Get down. Behind. I am so cold right now. Yeah. I feel like... warm. I'm cold and it says warm. What's the temperature? Yo, the temperature is even dropping more. Yeah. 68.9. 68. Yeah. It was 73 when we came. Are you making the temperature change? Yes. Wat ze ons nog niet hadden verteld is dat we blijkbaar in de kamer van Kevin zaten. En ze gaven Julia een papiertje met daarop informatie over Kevin. En ik weet dus helemaal niks van hem af. Behind us? Behind us? Are you behind me, Kevin? Are you behind Stefan? No, Kevin. Oh, yes! Hij weet niet dat dit Kevin's room is. He doesn't know it's Kevin's room. He has no idea. Kevin, what's cell number? Everything. What's cell block number? Should you work there? Prison? Yes! Yes! Stop. Hey, fuck off. Do you know anybody else who might work at a prison? No, Frank? Frank, you cracked the paper! Yeah, give me back! Yeah! You grabbed the paper and said no, Frank! Okay, so... I'm a woman. Frank. Oh! What's Frank doing right now? What's he doing? What's your investigation? Yes! Close. This is insane. It loves you! Oh? Kevin loves you. That's so nice. Maar dit kan niet. Ik ben echt met stomheid geslaagd. En terwijl Scott hier steeds enthousiaster werd, werd het voor de rest steeds creepier.
fair. For what? Please don't push me. I don't want to be embarrassed. Terwijl ik hier normaal niet zo goed in ben, zat ik er nu helemaal in. Ik had het nog nooit op deze manier ervaren. Het was echt alsof ik in een soort van andere ruimte zat. How are you feeling, Frank? Mixed feelings right now. You know what's interesting is you look a little bit, I know it's late, but you look more tired than you feel more tired than you. You feel drained? Yeah, a lot more than when I was sitting there. Fatigue? Being tired. Maybe we should stop. What? Up to you guys. Well, is it fine by Kevin if we stop? Should we stop, Kevin? Kevin, can we stop? Do you want us to stop? No. Why? Yes, I like it. Kevin, how were you killed? Murder. Who's murdered? Well, that's what we think. I am getting, like, stabbed in the back. Method? I'm getting stabbed. I'm getting stabbed in the back. Right. How do you die? We think he's got it. Are you kidding? That's what. Clear. I felt like a really hot burning right where my thumb is, right here. Yeah. And I turn around. Turn around. Oh my whole life. Who gunned it? That was echt like. Were you stabbed in the back? Waar moeten we Stefan maar niet even uithalen? Knife. This is nuts. You guys are so good at this. So is this okay for Stefan? Because I see him. Yeah, he's in a real trance. Yeah. We gotta get him out of this. Yeah. 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 He's really deep. No. We're saying no. That was so good. Can you remember what you were saying? I remember saying death a lot of times. Yeah, Frank. We kunnen weer Nederlands. Oké, je hebt Frank ongeveer 5 keer genoemd. Ja, dat weet ik ook. En je hebt ook echt 6 keer daarna gezegd dood. Echt? Ja. Toen kwamen we als een death gewoon, ja, dat weet ik nog. Toen kwamen we bij het feit. Het wordt nog enger. We zeiden, hoe heet je Kevin? Ik ben helemaal zweten. Wacht, op welke naam heb je nog meer gezegd? Ja, Kevin, ja. Weet je nog? De kamers van Kevin. Is dat dit? Ja. Hier. Hey, ik heb het helemaal niet gezien, dit hele. Nee. Daarom, dat wisten we. Maar wij hebben ook helemaal niks voorgelezen. Jij bent gewoon echt gewoon random woorden gaan gooien. En dat zat allemaal. Het kwam allemaal hiermee overheen. En vervolgens ging de IMF-reader af en zakte de temperatuur ook nog eens naar precies 666. IMF gaat er wel. IMF is going. Yeah. I stepped right into it. It's like stepping in the step of electricity. Oh, you guys aren't feeling that at all? Ja, yeah, I don't also shit. Feel it. Nee. Maar zullen we gewoon nog naar beneden gaan? Ja, dat zou kunnen. Ik zou wel heel blij vinden als het 666 wordt. Ja, maar we hebben. Ja, hij gaat nu naar 666 erop. Ja! Oh mijn god! Ik zei het nog! De temperature is 666. It dropped to 666. Oh yeah, thanks Kevin. Yeah. And we leave you here. Na deze sessie was iedereen echt uitgeput en het was inmiddels ook al 2 uur 's nachts. Dus we besloten ons klaar te maken voor bed. Ga dan. Oké, bedtime. Frank heeft besloten is er eentje boven te gaan slapen. Ja. Dat vind ik wel legendary. Ik heb die Kevin en ik heb al die andere gasten en ze waren allemaal hartstikke vriendelijk over mij. Ik lig wel een beetje in zo'n spook. Oh ja, we zullen het dood hebben. Oh ja, kut, sorry. Oké, jongens, slaap lekker. Wij gaan lukken. Moet je eens even goed horen, ik ben 27. Dus denk je niet gewoon dat het tijd is dat ik gewoon even normaal doe? Ik kan er gewoon gaan slapen ergens als ik wil. En dan zeg ik, griet, griet, griet. Het is ook echt, het is wel een beetje een spooky hotel. Griet, griet. Waarom beweegt dat? Kan dat uit? Oké, er liggen wel mensen te slapen volgens mij, maar... So, this is our crib, welcome. This is our bed. This is my bed, it's a Master King bed size thing, huh? Ja, nee. Gies, gies! Ik ben echt een klein kind, ik ben moe. Hey guys, welkom bij de nachtvlog. Oké, we gaan naar bed. Ik heb dus beloofd dat jullie het vanavond zo bang is. Ja. Maar ik heb wel een mooi muur tussen ons gemaakt. Ja, kijk, dat doe ik zo. Ja, ik snurk in mijn oor. Ik snurk, verdomme. Goedemorgen. Hoe heb jij geslapen? Echt als een roosje.
Ik ook, man. Oh, en lekker ook gewoon. Beetje weinig ruimte, maar ik zag het, ja. Ja, iedereen heeft gewoon lekker doorgeslapen. Maar er is nog één iemand niet wakker. Ik vind ook een stuk in de eng eens. Hoe was het? Prima. Hier? Ja, je maakt jezelf gek, man. Ja, op een gegeven moment lag ik hier en dan hoor je gewoon iets. Gewoon achter je. Schiet. Oké, we hebben de nacht overleefd. Is het het meest besproken hotel ter wereld? I don't know. Ik heb meestal het gevoel dat als er echte ghost hunters bij zijn, dat het minder eng is, omdat zij gewoon veel ervaring hebben en niet bang zijn voor de geesten en ze je meer op je gemak stellen. Ja, ik ben benieuwd of als we hier in ons eentje hadden overnacht, dat we dan ook zo stoer waren. En ook ergens in deze video zit weer een Snickers verstopt met daarop een letter, wat onderdeel is van een mega extreme winactie. Dus heb jij die letter gezien? Zet hem dan even in de comments. En dan zie ik jullie volgende keer. Dit is toch zo nergens.